hou helemaal niet van oranje, maar ik vind het echt leuke dingen. Heel leuk. Er is toch ook een selderij, wat wortel. Ik heb nog makreel gekocht en ik vind het zo tof. En deze maar 4 euro. Oatly havermelk. Grappig of zo. Prosecco. Goedemorgen, ik ben al sinds 7 uur wakker. Ik ga nu de deur uit aan het programma, want ik ga een airco kopen. Ik ben klaar met wachten op aanbiedingen. Ik ga er nu gewoon eentje halen, want het wordt super heet. Ja, dus dat. Oh my god, het is zo zwaar, 26 kilo. En ik kan volgens mij best wel 26 kilo tillen, maar het is gewoon heel moeilijk. Een hele gespierde security guy heeft hem in mijn auto getild. Nu heb ik hem zeg maar zelf naar boven gesleept. Zo, zeg maar op de trap staan, boom, boom. Nou, dat lukt dus wel, maar het doet zoveel pijn aan je onderrug. Ik wou eigenlijk wachten tot een man me ging helpen, maar er waren helemaal geen mannen. En maar hele oude en die vind ik zielig om het aan te vragen. Nou, deze even naar boven tillen. Mijn auto staat op knipperdicht en dan kan ik meteen die doos uit de doos halen. Als dat me lukt. En hem in de auto zetten. Let's go. Best een moeilijke trap. Oh. Wiel uit de zak. Ik kan het wel, maar het doet zoveel pijn aan mijn onderrug. Mijn onderrug is heel zwak. En ik til gelijk mijn onderrug. Blijkbaar. Wow, warm open. Oh, wow, ik viel bijna naar voren. Oh my god. Oh, het is zo zwaar. Jeetje. Allemaal veel soepeler dan gepland. Kijk, die onderkant viel er gewoon uit. Dus ik tilde dit op en toen stond hij gewoon op piepschuim. Auw, ideaal. Nu ga ik dit in mijn auto leggen voor het grof vuil. Dan heb ik het ook niet meer in mijn huis staan en de auto wegbrengen. Ik heb maar wel weer eens kleding besteld. Alles wat ik bestel stuur ik ze wel terug omdat het niet leuk is. Maar in de winkels winkelen ze op dit moment gewoon niet te doen. Dus. Ik heb ook 2 paar schoenen. Maar dat is ook omdat er even 20% korting was. Ik weet dus niet wat ik hiervan vind. Ik hou helemaal niet van oranje, maar ik vond dit dus heel leuk. Corduroy zalmachtig. Dus nou, ik ga even passen. Deze zitten super lekker. Ik vind ze dus ook heel leuk, maar ik vind ze niet schoenen van 100 euro. Het ziet er gewoon dat ook gewoon 15 euro kunnen kosten. Ja, het is gewoon niet... Ik vind ze echt... Ja, ik vind ze eigenlijk gewoon echt heel leuk. Snap je wat ik bedoel met dat het niet waard is, het geld? Volgens mij zijn ze 100 euro. Ze zitten best wel lekker. Ik vind ze ook gewoon leuk. Maar dat net zo goed een soort van hardloopschoenen kunnen zijn. Maar ik vind ze wel heel leuk. Ik vind ze echt heel leuk. Echt tof. Oh, ik weet niet wat ik moet doen, maar ik ga nog even twijfelen. Want ik weet niet waarom ik ze zo leuk vind, maar ik vind ze gewoon heel leuk. Ik vind ze hele grappige dingen. Maar ja, grappige dingen horen gewoon... Dit zijn meer van die schoenen die je dan in de sale hebt gekocht. Voor een leuke korting of zo. Maar niet dat je er 100 euro voor betaalt. Snap je wat ik bedoel? Ik ben benieuwd of jullie voelen wat ik bedoel. Hetzelfde geldt voor deze. Volgens mij zijn het ook gewoon een soort van dezelfde schoenen. Hetzelfde model. Het is... Ik weet niet of dat Adidas... Nike is Adidas. Dat zijn echt van die grote, grove schoenen, weet je wel. En dit is dan... Het is zo licht, zo simpel. Ik weet niet of dat verkeerd is. Het geeft, maakt je wel echt kleine voetjes en zo. Dat vind ik eigenlijk wel leuk, want ik heb 41. Ik vind deze dus ook super leuk. Ik vind het echt heel leuk. Maar ja, het is wel eventjes 100 euro. Of meer of iets minder. Ik weet het niet precies. Ja, lastig hoor. Ik vind het echt leuke dingen. Weet niet wat ik moet? Geen idee. Ik wil gewoon eventjes wat anders. Ik ben gewoon een sneaker persoon en ik heb heel weinig. Dus ik dacht ik ga eens kijken. Ik vind het allebei wel leuk. Nou, oké. Ik weet het even niet. Dit is een jurk van Asos in maat 42. En ik heb het dus, jeetje Charlotte, besteld met de gedachte van dat heb ik nodig voor mijn werk. Maar hij heeft best wel iets leuks. Hier zit zeg maar zo'n borstachtige vorm in. En hier zit dan een beetje open. En hier. Ja, hij heeft wel wat details. Hij is gewoon van katoen. Dus wel een beetje een soort van dikke stof. Maar het is wel, weet je, ja, voor werk heb ik gewoon in de zomer wat andere kleren nodig dan wat ik normaal zelf draag. Maar ik vind het ook weer zonde om het alleen voor werk te kopen. Het is wel leuk, maar ik vind het eigenlijk wel heel leuk.
Grappig dingetje. Het is trouwens maat 42. Dus hij was wel klein. Grappig ding. Ik ga er gewoon allemaal even over nadenken. Ja, best een mooi jurkje hoor. Van zij ook wel echt mooi. En dat heb ik ook niet snel. Voor mijn figuur doet hij eigenlijk wel goed of zo. Ja, ik vind het wel eigenlijk wel een leuke. Dit is een maat 11 van Mango. Mango valt meestal best wel klein. Maar deze valt best wel groot. Dus dit zou ik leuker vinden in een M. Maar aan de andere kant, dan wordt hij misschien te kort. Maar best wel een heel erg verrassend. Ik ben echt verrast door het jurkje. En als ik dit open doe. Ja, ik vind hem best wel een beetje wijs. Ik ben heel benieuwd hoe een M zou vallen. Ik heb nu ook zo'n mini BH aan. Dus misschien als ik een betere BH aan heb, valt hij ook wel... Ik heb wel een BH aan. Jullie vonden het irritant dat ik zonder BH ging passen. Maar zo'n hele, hele dunne, zeg maar. Een soort bralette-achtig. Ik vind het wel echt een leuk jurkje. Volgens mij is het wel polyester, maar geen storend polyester. Deze schoenen zijn er niet leuk bij, maar dit is echt wel leuk. Ik ben heel benieuwd hoe kort de M is. Ik ga hem wel even bestellen in een M. En ik ga hem nog even passen met een iets grotere BH. Maar aan de andere kant, ik draag de laatste tijd heel vaak zo'n BH. Die zeg maar gewoon, kijk, niks doet voor je borst in principe. Maar verrassend leuk. Hij is zo met het touwtje open ook heel leuk. En hij is heel, heel leuk. Deze kan zelfs misschien nog op werk. Leuk. Heel leuk dit. Ik ben echt verrast. Ja, ik hou hiervan, maar dit ga je toch niet dragen. Het ziet er niet uit. Wanneer draag je dit? Ja, gewoon voor in huis. Maar het is ook gewoon van ezels. Het is een lekker kleurtje. Heerlijk beige kleurtje. Ik hou er echt van. Ja, het voor met een riempje zit te kort. Ja, dit draag je niet. Nee, dat is zonde. Maar het zit heerlijk. Oh, wat vind ik hiervan? Het is polyester. Dus kijk, ik vermeed altijd polyesterjurken, want ik haat polyester. Je gaat ervan zweten. Het is vaak statisch. Maar sommige polyester is echt prima. En zoveel leuke jurken zijn van polyester dat ik dacht, nou, ik ga het eens proberen. Nieuw look, maar 42 dus. Maar dit is, het is echt heel leuk. Ik vind hem op beeld een beetje pyjama-achtig. En het echt vind ik hem heel leuk. Voor werk ideaal. Hij is net, kijk, zeg maar zo vind ik het dan niet meer leuk. Want zo accentueer je puur het grootste gedeelte van je kuit. Dit vind ik niet leuke lengte. Dit vind ik een leuke lengte. Dit of lang. Iets langer vond ik nog leuker, maar het kan net. Oh, hij heeft wel... Oh ja, dit is wel echt een nachtjapon eigenlijk, hè, bij mij. Kijk, hier gaat hij zo bol staan, waardoor je... Ik heb al een buik. Waardoor het een beetje dat zwangerschapsjurk heeft. Zwangerschapsjurken die beginnen vanaf hier. Dus je ziet het verschil met deze jurk en die zwarte van net. Nou ja, maak me van de zijkant wel breed. Ja, de kinderen op school een hartstikke leuk jurkje zouden vinden als je het zo ziet. Heel leuk. Maar ik weet het niet. Ik zou hem zeker naar werk dragen. Maar ik wil echt niet kopen als ik het alleen... Ja, dit is jammer. Ik heb ze hier onder mijn borst bij mijn ribben ook best wel een klein beetje zo vet. En dit wordt daardoor heel erg geaccentueerd. En dat is eigenlijk zonde. Het zou net wat lager. Hij zou net... Maar hij hoeft niet de maat groter, vind ik. Maar hij was mooier als het zo had gezeten. Ja. Dit moet lager. Maar ik wil geen grotere maat. Want de maat is goed. Ja, volgens mij is het net een nachtje bon. Je moet ook die schoenen er niet bij zien. Zo. Wat vinden jullie, jongens? Mijn vlogs komen nu best wel snel online. Dus ik ben heel benieuwd naar jullie mening. Het zijn allemaal dingen waar ik geen verwachtingen van had. Maar ik vind het toch leuker dan verwacht. Ja, grappig. Het is ook gewoon... Het is polyester, weet je. Dus het is geen mooie stof of zo. Maar hij is zo schattig. Hij is dus geel. Maar volgens mij ziet het er een beetje uit alsof ik een... Zo vroeger musical school deed in theater. Dat ze dan zeiden van oké, oorlogswinter, jij bent een moeder, jij krijgt deze jurk aan. Het is niet helemaal... Bij sommige mensen zal deze waarschijnlijk echt fantastisch staan. Jammer, want ik vind hem heel leuk. Maar ik denk, nee, als ik het aan heb, nee. Ik zie het al, nee, dat moet ik niet willen. Maar het is leuker dan verwacht. Nee, Charlotte, nee, dit wordt hem niet. Jammer, want ik vind hem wel echt leuk of zo. Dit is een moeilijke keus. Ik vind deze kleur sowieso helemaal fantastisch. ASOS maat 42. Hij is wel een beetje zo kijk, kreukerig stof. Maar oké, dan kan je strijken. Maar hij heeft dus dit. En nu heb ik dus geen goede BH. Maar als ik een goede BH aan doe, heb je dan enorme boobs. Dat wil ik ook niet. Dus er moet een hemdje onder. Maar op zich, ik hou niet van hemdjes. Maar stel dat ik zo'n wit hemd, kort hemdje koop. Dat heb ik op zich, kan ik dat wel vaker gebruiken in mijn leven. Dan is dat wel leuk. Net weer een beetje... Nou, het valt mee qua kortheid. Dus eigenlijk is hij heel leuk. Ik weet niet waarom, ik vind hem dus heel goedkoop ogen. Ik vind het stofje heel goedkoop ogen op een of andere manier. Maar misschien komt het omdat het niet gestreken is. Want volgens mij is het gewoon katoen. Ja, ik vind deze kleur fantastisch. Toen ik die groene jurk van de week aan had, zeiden mensen ook, het staat je heel leuk. Ik vind groen heel leuk. Net als het nieuwe jasje van Comois.
Een hele andere kleur groen. Maar ik vind groen altijd bij mezelf onwijs leuk. Ik hou heel erg van groen in kleding. Ik denk dat dit ook wel een blijvertje is hoor. Het is toch een hartstikke leuk jurkje. Waarom niet? Moet hem even strijken en kijken met een topje eronder. Maar ik vind die gele... Ik denk dat ik die gele echt niet moet nemen, maar ik vond hem wel zo leuk. Ik heb nu een broekje en dit is heel interessant. Als ik het vergeet, vraag me even om het linkje als je benieuwd bent. Want hiervan zal ik wel even een linkje geven. Dit is namelijk heel interessant. Ik heb dus toch altijd het probleem dat ik hier ruimte nodig heb. En mijn benen vallen wel mee. Dit is een heel raar broekje. Dit is een 42. Ik had ook de 44. Die had hier veel te veel ruimte. Dat heb ik dus nooit. Maar deze zit dus hier best wel strak goed. Eén maat groter is dus veel te wijd. Dat is wel heel raar. Maar die zit hier dus best wel strak. En dat heb ik dus nooit. Dus heb je een beetje hetzelfde probleem als ik. Hier, dat je hier voller bent. Maar eigenlijk hier niet. Ik heb vaak been eigenlijk 38 en hier 42. En daarom heb ik vaak een 40, zeg maar. Maar zelfs voor mijn benen knelt hij een beetje hier. En dat heb ik dus echt niet snel. Ik bedoel, ik zou dit open kunnen knippen, weet je wel. Maar dat is misschien zonde. Maar ik weet niet of ik deze neem, maar hij lijkt een beetje op dat Lois broekje. Nou, een stukje goedkoper. Hij is gewoon van ASOS. Hij heeft alleen wel hier ook, dat hij dan hier... Dus dan kan ik er ook al... Oké, hij bedekt net je onderbeel, maar hier zit zeg maar je onderbeel. Dus dat is alweer een beetje bloot. Maar hij valt verder wel mooi. Lois geeft me een beetje een camel toe, en dat is niet zo fijn. Want hij dan net te hoog in mijn kruis trekt. En dat heeft deze niet. Ook ASOS maat 42. En dit vind ik wel weer heel interessant. Want het is bijna een soort van rokje. Hij is onder hier wijd. Dat vind ik fijn. Ik vind het wel een grappig ding. Een beetje oldschool. Ik ben nu een beetje heel erg opgeblazen ook. Dus het is niet het beste moment om te testen. Mijn buik is echt heel uitgezet. Lactose test werkt nog niet echt. Maar ik wil ook gewoon even mijn shirt aantrekken. Maar ik vind het heel leuk. Het is echt zo'n stijl spijkerbroek die ik zelf nooit draag. Want dat zijn vaak van die hoge broeken. Dat ik zo mijn buik zie en dan draag ik het nooit. Maar in zo'n kort broekje wel. Dus ik weet dus niet hoe deze stijl heet van zo'n broekje. Maar ik heb nooit dit soort broekjes. En ik vind het wel heel leuk. En ik heb dus alleen dat zwarte broekje die te wijd is. En te veel bil laat zien. En het Lois broekje. Verder heb ik niks. Dus deze hou ik wel. Vind ik leuk. Oh, ik vind het wel, ja, ik vind het wel leuk. Deze hou ik wel. Hij zou ook wel niet heel duur zijn van ASOS. Leuk. Ik hoop dat ik een van jullie hier ook mee tip. Grappig broekje. Hij maakt ze hier wat breder, maar dat vind ik eigenlijk wel grappig. Deze dan ook nog even watjes met shirt erin. Ik vind dit dus veel leuker. Dit is meer mij. Ik hou heel erg van dit soort ripped broekjes en het model. Maar dit is, zoals je kunt zien, wel echt wat korter. Het is echt wel wat korter en het zit ook dichter hierbij. Dus het andere was net iets meer bedekt ofzo. Terwijl het qua lengte niet heel veel scheelt. Maar dit is iets pikanter ofzo, dit broekje. Maar ik vind deze toch ook wel heel leuk. Dus ik ga er even over nadenken. Maar dit is, ja... Is, dit, is het alleen dit? Volgens mij wel. Nou, ik weet niet. Even nadenken. Had ik nog deze legging van Nike besteld, maar... Het slaat eigenlijk nergens op. Het is een prima ding. Maar die van Chiquelle zit er mooier. En het enige ding dat hier een Nike logo op staat... vind ik niet echt een reden om deze te gaan kopen. Dus deze neem ik niet. Omdat het niet bijzonder is. Dit is een nieuw look, maat 42. Deze vind ik zo afgezakt van de schouders wel leuk. Maar het is ook weer heel kreukelig, cheap stofje. En hij hoort niet zo. Hij hoort zo. En dan vind ik het weer hallo theaterschool... boerentijd. Of zo. Het staat best mooi. Maar snap je wat ik bedoel? Had ik natuurlijk al gezien op de site hoor. Maar ik wou het toch een kans geven voor werk. Maar voor werk vind ik het weer niet echt een jurkje. Dus dan zo. Maar dan zit hij hier weer een beetje. Ja, tuurlijk is dit leuk. Maar. Nee. Dit is ook mango maat L. En dit valt hier dan. Dit is dus altijd mijn area. Zodra hier het strak zit. Dan is het dus. Daar was een blousejurken top. Die vallen hier dus wijd. Dit is veel te strak voor mij. Bizar, hè? Ik ben hier gewoon heel breed. Ik vind hem ook niet... Op de camera lijkt hij wel leuk, maar ik vind hem best wel kinderachtig of zo. Ja, misschien wel leuk voor sommige andere mensen. Nou, mijn weekendbestelling is ook binnen, hoor. Dit jurkje is maat 11 van Frequent. Dit vind ik dus best wel een beetje... Kijk, dat vind ik bij lange jurkjes, vind ik het me gewoon wat ouder maken. Maar voor mijn werk heb ik dit soort dingen nodig. Dit vind ik een ideaal jurkje voor mijn werk eigenlijk. Heel leuk. Ik weet niet wat voor stofje het is. Een soort stretchy polyester, maar wel zacht. Wel lekker. Leuk riempje. Leuk printje. Dat zie je altijd echt beter dan op beeld, het printje. Maar ja, een beetje. Kijk, vooral nu kan het natuurlijk niet uitzien met de knot. Maar het is echt niet een oma jurkje. Het is best wel een leuk jurkje. Ik vind deze eigenlijk heel leuk. Kijk, ik hou gewoon van korter, maar... Hij heeft wel net die lengte waarvan ik zei dat ik het niet zo leuk vind. Als hij iets langer was, was het zo leuk geweest. Maar ja, even die haren losgooien, zodat het... Iets meer een beeld geeft. Iets normaler lookje. Ja, leuk toch? Sowieso heel lekker om hierin te werken. Heel comfy. Mango, maat L. Heerlijk jurkje. Maar die kleur is verschrikkelijk bij mij. Dit is echt een kleur voor Lotte.
Bij mij is dit gewoon echt, nou, de lelijkste kleur die je maar kunt bedenken. Bij mij niet normaal. De jurk zelf was wel heel leuk. Ineens voelt alles best wel groot van Mango. Het is een L dus. Maar ideaal, echt waar ik van hou. Stukje blouse jurk, lekker losjes hier. Hij is helemaal geknapt op beneden. Als je wel van deze kleur houdt, is dit een heel lekker jurkje. Volgens mij is het viscose, super zacht en comfy. Ja, de kleur op beeld lijkt hij iets koeler, maar hij is dus echt, kijk maar, heel warm. Heel lelijk bij mij, maar leuke jurk. Het is ook Mango maat L. Valt ook best wel ruim. Ik vind de print niet per se heel leuk, maar omdat het gewoon zo moeilijk is om dit soort jurken te vinden, ben ik daar niet heel kritisch. Ik vind het wel gewoon leuk, maar niet per se dat ik denk, oh leuk. Ik twijfel alleen of hij net iets te groot is, omdat hij hier heel ruim is. Het is Vera Moda. Ze hadden hem niet meer in L, dus het is een M. Ik was gewoon benieuwd. Hij past in principe wel, maar een L zou wel iets beter zijn. Hij is heel lekker zacht. Zit alleen een onderjurkje onder. Veel vinden dat misschien chill. Van mij hoeft dat niet, omdat dat het warmer maakt. Maar het is een heel leuk, comfortabel jurkje. Kijk, hier zie je dus het verschil als het dus wel goed zit hierboven. Dat het niet te groot is. Maar ik denk dat een L wel beter is. Puur een beetje bij de armen. Maar ik vind het... Het is niet echt een Charlotte printje. Ik probeer ook eens gewoon wat andere dingen uit. Maar ik vind het wel gewoon echt heel erg leuk, zo'n jurkje. Ja, een blouse jurk, dat is gewoon mijn favoriete kledingstuk. En ik ben benieuwd naar die L. En dan kan ik qua lengte ook nog wel op werk, denk ik. Dus ik vind het ook wel echt... Ja, echt wel mooi. Het ziet er best wel een beetje uit als een wat chiquer jurkje of zo, vind ik. Zo'n printje, mooi stofje. Ik vind hem leuk. Het is van Ruby, maat 40. Ik dacht dat dit kan of heel leuk zijn of heel lelijk. Maar ik vind het niet lelijk. Eigenlijk. Ik heb hem al heel vaak in de sale gezien, maar het is de 40 en hetzelfde probleem. Hij zit hier vrij strak. Maar wat vind je van dit jurkje? Ik vind het wel cute. Of zo. Nou, ik vind de boven, zo zeg maar, de bovenkant vind ik wel leuk. Ik weet niet wat ik van de onderkant vind, maar ik heb hier dus ook een lange variant van. Maar ik zou deze niet houden, ook niet in een betere maat, denk ik. Hij is best wel heftig. Hij lijkt misschien in de spiegel leuk, maar kijk. Ja, hier dus veel te strak, maar zie je? Het is een beetje heftig of zo. Dit is dan de lange. Ik vind denk ik wel leuker. Het zit super lekker, hij is dus nog steeds hier te klein. Maar ik weet niet bij wat voor soort mensen dit heel leuk is. Grappig dat ik dus echt hier heel breed ben. Dat is echt een bewijs. Ik heb het elke keer met kledingstukken die hier getailleerd zijn. Altijd. Grappig, hè? Heel gek. Ja. Nou ja. Stofje is dus best wel heftig wat ik al zei net, zie je? Zo is hij echt wel minder leuk dan in de spiegel. Als hij gewoon... Ja, hij is net heftig voor mij. Als ik hem zou passen ook. Het is van Anytime in maat 40. Ik zie ook wel dat hij best wel gewoon mooi staat en zo. Dat is wel leuk. Ook hier strak, maar wel goed. En hier is een soort elastische band. Het staat best wel mooi, maar ik vind het gewoon niet Charlotte. Ja, ik zou erin kunnen werken, maar ik moet er ook voor betalen. En ik vind hem niet echt leuk, dus deze neem ik niet. Dit is Only. Maat 42 is eigenlijk in een 40 moeten, maar misschien wordt hij dan wat te kort. Ik zie hier al geen knoopjes meer. Oh, dat is veel te pikant. Oh, ik vind het dus wel een heel leuk printje, maar ik vind het ook niet helemaal mij. Maar hij is wel echt heel leuk. Het is trouwens altijd vet veel werk om het allemaal te passen op camera en te filmen. Maar ik weet gewoon, ik zou het ook allemaal kunnen aantrekken en niet kunnen filmen. Maar ik weet dat zoveel van jullie er wat aan hebben. Dus ik hoop dat jullie het ook echt nog steeds heel leuk vinden dat ik het allemaal hier laat zien. Tenminste, ik heb het idee dat jullie er altijd wel wat aan hebben. Het is ook gewoon dramatisch om jurkjes te vinden. Dus misschien vind ik deze niet leuk. Maar zijn er wel weer mensen die denken, oh wat leuk. En dan zien jullie hoe het bij mij staat. Dan hebben jullie er wat aan. Dus ik hoop dat jullie er nog steeds blij mee zijn dat ik dit soort dingen film. Superleuk jurkje, maar het is gewoon net niet helemaal of zo. Dit is van Noisy May in maat M. Ik weet niet waarom ik hem M heb gekozen. Ik weet niet of ik deze leuk zou vinden in een L. Bestellingen inpakken.
ga weer mijn bekende wraps maken. Gerookte kip. Ik heb hem geplukt. Zeg maar, het was zo'n heel stuk. Het is eigenlijk wel lekker. Er is een selderij, wat wortel. Ik ga waarschijnlijk nog wat meer selderij en wortel doen. En dan heb ik lactosevrije kwark die ik er dus doorheen ga doen. En dan met die... Om het iets lekkers te maken met die... Een beetje van die veganesse. Maar dit is echt bizar hoe vet dit is. Maar het lijkt me wel lekker. Ik wil het een keertje oplekkeren met wat anders. Maar selderij erdoor is wel echt een toevoeging. Wat zit er nou nog meer bij? Oh ja, avocado nog. Eigenlijk eet je dus gewoon raapzaadolie, hè? Dat is vegan mayo. Raapzaadolie. Mmm. Ja, ja. Maar ik denk alleen kwark is saai. Ik voer mijn calorieën ook helemaal niet in. Ik eet gewoon op gevoel. Dat komt wel zo goed. Zoiets. Denk ik. Zout, peper erdoor doen. Ik heb ook nog een derde rood uitje erdoorheen gedaan. En ik heb besloten ook twee teentjes verse knoflook erin te doen. Dat doe ik nooit. Maar ik dacht ineens... Het zal vast wel lekker zijn erbij. Ik twijfel of ik er koriander doe, maar dan gaat het weer zo naar koriander smaken. Dus ik denk dat die zo goed is. En dan in de wrap avocado erbij en klaar. Avocado heb ik niet meer, want ik heb de enige rijpe vandaag al gegeten. Ik heb al een avocado op, dus die heb ik er niet bij. Knoflook zou ik er zeker niet door doen, want het smaakt er heel raar bij. Je hele hap smaakt ineens naar knoflook en je proeft de rest helemaal niet meer. Super zonde. En ik blijf sour cream veel lekkerder vinden dan yoghurt. En nu mag ik dat dus niet meer. Maar eerst deed ik ze voor de lactosevrije dingen. Steek ook het ineens met kwark. Omdat mensen dat zeiden. Maar ik vind sour cream veel lekkerder. Oh, ik ben limoen vergeten erdoor. Dat mis ik. Wasjes uithangen. Serieus, al half twee. Ik ben nog niet buiten geweest. Ik ben alleen maar aan het editen, want daar had ik zin in. Als ik zin heb, wil ik het doen. Als ik er tijd voor heb. Nu ga ik wel echt even aankleden. Niet normaal. Dat gaan we weer moeten verstoppen. Jeetje, dat kan echt niet, vriend. Helemaal blij ben je, hè? Het is niet goed, hoor, wat jij doet. In ieder geval, het is al 3 uur. Super laat. Ik heb niet heel veel gedaan. Ik heb wel lekker mijn haar vastgewassen. En nu ga ik weg. Ik vind het broekje heel leuk, trouwens. Ik vind het echt heel leuk. Dit tasje wat ik een keer van Naked heb gekregen, ga ik voor het eerst een keer dragen. Ik vind het zo'n leuk broekje. En dan ga ik dus fietsen naar de supermarkt. Het is 25 graden of zo, dus... Het voelt zo bloot, maar waarschijnlijk is het alsnog heet wat ik aan heb. Dus dit oude shirtje van Asos, broekje van Asos. En mijn lelijke Calvin Klein schoenen. En zoals altijd kettingtje van Comwa. Een oorbellen van Comwa. En nauwelijks make-up, want ik ga boodschappen doen. Ik had vet wat in een haring, maar de haringkraam is dicht. Ik heb een makreel gekocht bij de Appie in de Bonus. Deze. Een broodje van Lidl en dat eet ik nu op in het heerlijke zonnetje. Chill. Even geen zin om weer alle boodschappen te filmen. Maar dit is er nog over. Deze was weer 1+1. Ik heb net mijn laatste open gemaakt. Dus dan heb ik weer voorraad voor als die op is. Dit is wel geweldig. Ik wilde zo heel lang dit karaf. Nou, het lijkt er heel erg op van de Hema. Die is volgens mij €15. Dat vond ik echt... Heel vaak als ik iets graag wil kopen, maar dat is iets wat ik dan niet echt nodig had, maar wel heel leuk vond. Dus ik dacht, dat zet ik dan op zo'n lijstje.nl website voor als iemand ooit vraagt voor, weet ik het, Sinterklaasspel of wat dan ook, als je ooit een keer €15 cadeautje nodig hebt. Nu zag ik hem voor 3. Het is niet dezelfde, maar het lijkt erop. En ik vind het zo tof. Ik weet alleen niet of ik er nou zo'n drank dan hierin ga doen, of dat ik hem gewoon voor water ga gebruiken. Ik vind het in ieder geval heel erg mooi. Het jammer is dus wel dat ik weinig plek heb. Hij moet dan eigenlijk hier in plaats van 1 drankfles staan of zo. Maar ik vond hem te leuk. 1+1 gratis.
Ik dacht ineens, oh ja, dit was altijd mijn lievelingsmascara. En deze is maar 4 euro, maar deze droogt heel snel uit. Dus daarom was ik gestopt met die kopen, want dan vond ik hem in verhouding heel duur, omdat die uitdroog. En deze is heel duur. Dus ik dacht, ik doe even 1 plus 1. En dan ga ik even testen. En dan, ja, ik moet toch weer een nieuwe mascara hebben. Toen kocht ik deze. Deze zijn dus 2 euro, best wel duur, maar heel lekker. Alleen, daarna ging ik naar Lidl. Toen, ja. Oh ja, ik heb weer bloemen. 1,90 met korting. Hopelijk kan ik daarmee mijn rozen een beetje opvullen. Ik hoop dat dat leuk is. Ik had ze in die vaas gedaan trouwens. Zag ik bij Lidl. Deze pot olijven. Oh my god, geweldig. Maar ik had toen geen zin om die andere te gaan terugbrengen. Maar dit is wel heel chill. Alleen dit is heel groot. Dus dat krijg je... Dat is handig als je gasten hebt of zo. Het was zo raar. Zo'n vrouw die werkt al heel lang bij Kruidvat. Dus ik vroeg haar, waar liggen de lactase enzympillen? Want ik zag dat jullie dat hebben. En toen... Ging ze naar de laxeermiddelen. Ik probeerde het duidelijk te maken dat ik dat niet bedoel. Maar ze begreep er helemaal niks van. Uiteindelijk heb ik het gevonden. Volgens mij zijn dit ze. Maar ik weet dus nog steeds niet of ik wel lactose-intolerantie heb. Want mijn buik is nog steeds niet goed. Maar ik dacht, ik koop gewoon even zo'n potje. En laatst kocht ik die wijnblijder. Maar dit zijn dus de... Met pomegranate syrup. Weer een andere. Ik heb er nog 2 staan. Oké, maar... Dit, dat van Fridanus, is wel altijd lekkerder dan die van 101 Nachten van Lidl. Dus ik heb er nog 2 bij gekocht. En deze, ziek chill, die zijn best wel duur Kalamata's, maar als ze die Griekse weken hebben, altijd wel lekker. En dit vond ik ook wel lekker, en dit vond ik ook lekker. En nu ben ik klaar. Koelkast hebben we aardbeien, wat borreldingetjes, grote kip, oude kaas, tomaten, oude borrelkaas. Gerookte kip, stukjes kip van Lidl, makreel, kipfilet in de, voor de oven, gerookte zalm, Oatly havermelk, witlof en bakjes, taboulet. Nou, waar is het? Oh ja, kiwi, gember, komkommer, dat soort dingen. Je ruikt naar basilicum. En koriander. En munt. En gember. Hoe zou dat nou kunnen? Heb je dat toevallig gegeten? Ja. Vicky? Goedemorgen, middag. Ik ben de hele dag lekker met je aan het aanrommelen en ik heb eindelijk weer even een keer mijn haar leuk gedaan. Hier heb ik dingen die naar de auto moeten. Ik ben heel blij met het broekje. Ezels, dit is een oud blouse van H&M. Ik ben aan het wachten tot de postbodes komen, want er wordt wat op. Het wordt opgehaald en er wordt ook nog van alles bezorgd. Mijn wasje aan het draaien, mijn huis stofgezogen. En dat is het eigenlijk een beetje. Heel chill. GTST aan het kijken. Hij doet het in zijn drankje. Ik kan dus niet uitleggen waarom ik dit broekje zo leuk vind. Ik vind het gewoon zo lekker oldschool. Het maakt namelijk best wel breed, maar ik vind dat dus wel leuk. Kijk, mijn lichaam is hier heel breed en dan hier veel smaller. Het is niet helemaal zoals het echt is, maar ik vind het wel grappig of zo. Wat vinden jullie? Vinden jullie dit leuker of dat broekje met die van Lois, zeg maar, die... Ik vind het fijn dat dit gewoon niet zo heel erg bloot is. Weet je, die andere die trekt hier heel erg. En ja, ik vind het gewoon wel heel erg grappig, zo'n broekie. Ik probeer weer even echt de springtouwen en squats te doen. Ik krijg zo bezoek en ik krijg zo'n scooter. Ik ga de scooter overkopen van degene die zo op bezoek komt. Ik ga even lekker bestellingen maken. Natasha heeft deze... die heb ik ook in of niet? Ja, die draag ik heel vaak. Dezelfde sfeer. Nathalie, trouwe klant. Zij heeft dus een ring besteld die ze volgens mij al had. Dus ik denk dat ze de ring kwijt is. Denk ik. Zij plaatst heel vaak leuke foto's op Insta. Curious Eyes Zilver 18. Curious Eyes Zilver 18. Is dit 18? Nee, dit is 16. Deze dikke ring met een oog. Heel leuk. Is er trouwens iemand die ook last heeft van zulke uitslag en weet wat het is? Want ik heb het eigenlijk al jaren. En de ene keer is het erger dan de andere keer. Nu is het gemiddeld. Maar heel vervelend. Misschien is er wel gewoon iemand die wel weet wat het is. Volgens mij is het geen clownsexeem. Mijn broertje heeft het ook. Ik weet niet wat het is. Ik dacht dus dat het in verbinding stond met je darmen. Dat het misschien was. Maar ik ben nog niet zeker of dat het is. Ik vind het lastig hoor.
Geweldig. Het is nu te warm, maar ik kan nu wachten tot ik hem zelf ook wel ga dragen. Vind je zo leuk? Dan ga ik ook nog trouwens even een kaartje sturen naar mijn tante. Zij is verstandelijk beperkt. Ze mag helemaal geen bezoek ontvangen. Ze is morgen jarig. Dus we hopen dat iedereen kaartjes naar haar gaat sturen. Ik was het bijna vergeten. Nou, ik dacht er gisteren aan en toen was het helemaal vaard. Nou, nog één bestelling. Mama in M. Oh, deze is ook alweer op. Deze is ook alweer op nu, joh. Oh. Dat is snel. Oh, lekker. Prosecco. En zon. En daar zitten nog meer mensen met wijn. Ik zie dat de weekvlog weer rond de 30 minuten zit. Dus ik ga hem hierbij afsluiten. Als je hem leuk vond, zou ik het heel leuk vinden als je een duimpje omhoog doet. En dan zie ik jullie weer over een paar dagen met de volgende weekvlog. Bedankt voor het kijken. En tot dan. Of op Instagram. _Charlotte_.